de familieknot, de familieknot, de familieknot. Kno, kno, kno. De familieknot, de familieknot, de familieknot. Kno, kno. Hallo, wie spreekt mij? De familie knots, de familie knots. De In de stripboekenruilwinkel van de familie Knots zit Hansje zoals gewoonlijk weer eens te lezen. Ze heeft dan ook niet in de gaten dat er buiten een halfgare indiaan rondsluipt die, als we goed kijken, wel iets weg heeft van neef Herbert. Excuseer. Oh, ben je verkouden, neef Herbert? Grijze neef, goed, jonge druppel morgendauw. Hou! Wat zeg je nou weer voor iets geks? Wat heb je daar voor een pak aan? Deze indianenspelendingetjes heb ik eerlijk gevonden. Oh, eerlijk? Ja, in een plastieke zak. Het zou waarachtig in een kraakswagen zijn verruineerd als ik niet deze veren hoofdtooiing die uit de zak stak had gezien met eigen brillenogen. Ja, altijd met die idiote dingen. Hey, je haalt me helemaal uit mijn boek en het is net zo spannend. Is het wellicht een indianenboek? Ik heb laatst ook een indianenboek gelezen. Oh, vandaar. Nee, dit gaat over boeven en politielui en zo. Hmm. Oh, hé, daar komt meester Vogelaar. Hallo, Hansje. Hey, Arend. Zeg, ik ben wel een beetje kwaad op jou, hoor. Op mij? Hoezo? Moet je nou eens even zien wat voor boekjes jij die kinderen uit mijn klas laat ruilen. De strijd om de macht, de vijand, het zwaard van Gram, ballade voor een doodskist. Nou ja, als ze dat spannend vinden, nou en? Ik heb ze afgepakt en ik heb ze eerst thuis eens allemaal gelezen. Oh, de kinderen mogen ze niet lezen, maar zelf wel lekker stiekem, hè? Om op de hoogte te blijven, hoor, toevallig. En wat gebeurde er toen je die enge spookverhalen had gelezen? Nee, ik had al hier geen jaren meer ingedroomd, maar de laatste tijd, ik heb de ene nachtmerrie naar de andere, ik doe geen oog meer dicht. Oh, daarom ben je zo chagrijnig. En wat droom je dan over? Oh, belachelijke dingen die helemaal niet bestaan. Wagens met vierkante wielen, spoken, draken, indianen. Ugh! Ga weg, Engert. Oh, Hansje, nou zie ik ze ook al overdag. Ik ben weer hartstikke overspannen. Dat is neef Herbert, jongen. Grijze neef, goed, lamme vleugel, arendvogel. Man, vlieg toch op naar boven. Ga je familie aan het spreken maken, schiet op. Excuseer. Lamme vleugel, arendvogel wil wellicht... Naar Jopkras! Naar boven! Klief! Idioot! We gaan nog maar even rustig zitten, hè? In de keuken knapt opa een straf uiltje. Dus oma kan wel weer een potje breken. Of niet? Snurk jij maar. Hou eens even aan. Zo. Hé, hoe kan ik dan lezen wat er staat als jij zit te snurken als een stoomfluit met bronchitis? Mijn nieuwe spelendingetjes vallen bij niemand geenszins in de smaak. Ja, laat mij nou maar met rust. Ik moet een geneeskruidenthee maken. Het is heel moeilijk en dan moet je niet storen. En dan ga je maar met opa spelen. Ja, maar oude bever sluimert. Hoe kan ik nou het spelen in de jaantje met een slapende grijsaard?
Nou, nog wat ietsje pietje lijm. Lijm? Oma. Tijm. Oma, wilt u even uw vinger op de knoop houden? Zo, leuk. Indiaantje spelen. Hoppajant, indiaantje spelen. Hé, hey, wacht eens eventjes. Ik heb boven... Bovenop stond er nog een oude pingpong staan. Een, excuseer, wat? Een pingpong. Zo'n indianentent. Oh, een wigwam. Ja, nou, ja, die mag jij hebben, haal die maar. Die is nog wat tilletje geweest. Ja, maar het is een beetje donker op zolder. Dat zijn misschien enge dingen. Dat durf ik niet. Ga maar weer even mee. Bange wezel. Zien! We gaan een kijkje nemen in het salonatelier, waar tante Til zich weer dik staat te maken. Hou je fatsoen! Ik probeer alleen de sfeer aan te dikken. Stilte! Ik wil het woord dik niet meer horen. Ha, mijn hele kunstige inspiratie is Fuji. Op deze bonbonnière schaal. Zal ik er misschien eentje nemen? Nee, Til, je bent een dik varken op dieet. Oké. Oeh, wat een lekkertjes. Ah, mijn maag rammelt als een waanzinnige. Zou ik al afgevallen wezen? Wel, alle penselen in de potfornis nog niet bezwaren. Dat ellendige ding is natuurlijk kapot. Binnen! Oh, Herbert, wat zie jij er kunstig uit, hè? Kijk, is dat een deel een jurk voor u? Oeh, een japon voor mij? Oeh, nog wel zo'n kunstige, artistiekerige. Zeg, maar er zitten allemaal stokken in. Het is geen jurk, het was een grap. Oh nee, tent. Dank je voor het compliment. Ugh! Grijze neef, goed, dikke, bleekzuchtige. Wat? Dikke, bleekzuchtige. Kijk eens wat ik hiermee doe. Zo. Zo. Kip in de kip. Hoera. Oh, maar u verruineert mijn hele spelendingetje. Opgeruimd staat netjes. Waarom deed u dat nou? Ja, dat weet ik ook niet. Ja, dat hongergevoel, dat weet ik veel. Nu ben ik heel zielig. Mag ik dan nu misschien een chocolaatje voor de troost? Vries ze allemaal maar op. Meent u dat? Ja, die lekkertjes kijken me de hele dag al zo vragend aan. Van de kwelling, vries ze alsjeblieft op. Oh, ik ben op dieet. In naam van onkel X, Hendon, je bent gearresteerd. Frederik, lievertje, wat is dat nou? Waarom? Omdat je gevaarlijke projectielen naar beneden gooit. Om onschuldige voorbijgangers te raken. Wat is dat? Terrorisme? Wraak? Of gewoon gekte? Ja, ik geef toe, ik was fout, hè. Ik ben ook zo onberekenbaar door het hongergevoel. Dus gekte. Grijze neef, bevrijd, bleekzuchtige vrouw die niet dik is. Nee, niet dik. Glibberde pad. Hands up! Oef, ugh! Hau! Wat is dit? Neef Herbert en verbomming als zodanig? Ja, pas op of ik zal u sculperen. Wat is dat voor een wapenmakker? Misschien dat ik dat eens kan lenen. Nee, dat is mijn spelendingetje. Blijft iedereen af. Een ambtenaar mag zich ook wel eens even ontspannen na zijn werk. Met zulke gewelddadige wapens? Wat deed jij ook alweer voor werkmakker? Oh, nou, hij werkt op een belastingkantoor, hè? Ja, afdeling klachten.
Iedereen zit mij altijd op mijn huid vol te schelden. En daarom heb ik deze spelen dingetjes nodig. Ja, om me af te reageren. Zeg, maar daar weet jij toch alles van, Frederik, lievertje, hè? Oef. Ik droom eigenlijk nooit enge dingen. Alleen maar leuke dingen. Of romantische dingen. Zoals? Maar misschien is dat eigenlijk meer dagdromen. Dus gewoon dat je in je bed ligt, dat je allemaal leuke dingen denkt die je dan wilt dat er echt gaan gebeuren. Zeg. Ja, die heb je zelf in de hand. Ja. Maar nachtmerries, die zoeken jou op, hoor. Ja, maar weet je wat? Misschien reageer jij je niet genoeg af. Heb ik eens ergens gelezen, als je ergens bang voor bent, moet je erover praten, want anders ga je erover dromen. Zeg, zoek je iets? Ja, ik zoek stripboeken over enge dingen. Van Piers en zo, heeft hij die? Ja. Pas maar op, hè, dat je er niet eng van gaat dromen. Ach, lekker leuk, spannende verhalen over griezelige en enge dingen. Kijk, moet je kijken, hé, wat een enge ding. Hé, Arend, waar ga je naartoe? Naar oma. Dat is zo langzamerhand de enige normale persoon hier in huis. De rest is indiaan of half gek. Of denkt dat hij geheim agent is. Hé, maar Arend. Hé. Hey. Die is ook niet helemaal, geloof ik. Hij is meestal erg lief, hoor. Hij is vandaag gewoon een beetje in de war of zo. Nou, hoe zit het nou? Hebben jullie nou nog Inge stripboek of niet? Ik blijf wel vastgebonden. Wel een idioot heeft mij die klerenstreek geleverd. Natuurlijk weer die Pietertje van die naast, dat ettertje. Als ik ergens een hekel heb, dan is het wel een kinderen die oude mensen vastbinden. Help! Help! Niemand hoort me. Toe, hond, knaag de touw dan door. Red het baasje. Luid, ring, blaf dan op zijn minst. Waf, waf, waf. Nou, hier zit ik dan en ik moet toch al zo nodig naar de wc. Ja, ga me een beetje uit te lachen. Zal het je geniepertjes. Help! Help! Wat schreeuw je nou toch weer, oude zemelaar? Ja, maar maak me nou maar los, mens. Je zit vast. Zal mijn onkel X wel eens even vertellen wat voor rare dingen er hier in huis allemaal gebeuren. Ga je nou maar rustig zo, je bent er lang los. Zo. Gaat opzij. Waar ga je naar naartoe? Oh, ik moet er nooit naar de wc. Rare man is het toch af en toe. Dag oma. Hoe gaat het met u? Goed. Wat leuk dat jij mij weer eens komt opzoeken. Ga toch zitten, jongen. Wil je een kopje thee? Graag. Zo, korte of lange? Lange? Zo. 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 Voorzichtig hoor. Dat is hele bijzondere thee. Het kan wel heet zijn. Ach. Doordrinken, dat is gezond voor je. Je moet er wel een beetje aan wennen. Ja, is het lekker? Heerlijk. Wat is dat voor thee? Oh, dat is zelfgemaakte kruidenthee. Ja, van brandnetels en onkruidsoorten. Ja, dat heb ik zelf langs de weg geplukt. U lijkt wel een toverheks van vroeger, die deden dat ook. Ja, weet je, ik heb namelijk die recepten uit dit boek. Ja, ja je hebt thee voor reumatiek. Dat is iets voor die oude zenuwlaag, maar die willen toch niet opdrinken. Je hebt thee voor de zenuwen, voor de griep. Zou er ook iets in staan tegen nachtmerries, oma? Oh. Hoezo, jongen? Droom je dan zo eng? Ja, de laatste tijd zo erg. Oh, wacht eens even. Hier. Thee van paardenbloemen en pissebedden. Nee, zeg, dank u wel. Die hoef ik niet, hoor. Oh. Maar wat droom je dan over? Ja. Ik droom altijd enge dingen, nachtmerries heb ik bij de vleet. Dat ik gevangen genomen word door iemand van een vreemde planeet.
dat ik op school na moet blijven. Een robot geeft mij op. 100 boeken overschrijven. En die vallen dan, en die vallen dan, en die vallen op mijn kop. Au! Ik droom altijd enge dingen van een hele lange gang. En geen enkele deur wil open en een heks maakt mij steeds bang. Door me voor zich uit te jagen met haar rare bezemsteel. Eindelijk kan ik ontsnappen, maar dan word ik helemaal, dan word ik helemaal, dan word ik helemaal gek. Droom altijd enge dingen, dat ik veel taartjes eet. Dat mijn tanden los gaan zitten en een tandarts die wel weet hoe hij dat op moet lossen. Ik krijg een kunstgebit en een taart in mijn gezicht. Omdat ik niet rustig, omdat ik niet rustig, omdat ik niet rustig zit. Blah! Ik droom altijd enge dingen, wanneer houdt het nou eens op? Als ik s'avonds niet naar bed wil, geven ze me op mijn kop. Pap zegt dat hij nooit gedroomd heeft, mans wel, maar altijd fijn. Zou er soms iets eigenaardigs met me zijn? Ik denk van wel. Waar is Til? Trimmen. Wat? Trimmen om te verslanken. Oh. En onkel X, waar is die? Weet ik niet. Kijk, blijf met je handen van die dure chocolaatjes af. Zit me zich daar vol te stouwen. Dat zal Til leuk vinden. Maar het mocht werkelijk. Ja, ja, smoesjes. Ik ga onkel X zoeken. Het een of andere ettertje is zo leuk geweest om mij in mijn slaap aan mijn stoel vast te binden. Maar we vinden wel uit wie dat geweest is en diegene die zal ervan lusten. Oef. Wat oef. Zet dat zootje veren van je hoofd als ik tegen je praat. Wat zal ik me daar toch nog langer tegen zo'n halve garen aan staan te kletsen. Een mens kan zich ook nooit eens rustig indiaan voelen en iemand knevelen als hij er zin in heeft. Hands up! Wat is de code? Neef Herbert, ik heb alles gehoord. Jij bent schuldig bevonden aan knevelarij en in het bezit zijn van wapens zonder wapenvergunning. Excuseer, maar dit zijn toch gewoon maar spelen dingetjes. Ja, en wilt u alstublieft niet aan opa vertellen dat ik hem gekneveld heb? Ik zal dat topgeheim bewaren, mits ik die wapens ongestoord in beslag kan nemen. Hup. Beltje. Beltje. Eindelijk een echt schietwapen. Hoef ik tenminste niet langer met mijn vinger in mijn jaszak als een idioot een pistool na te doen als zodanig. Ik ben ontopperhoofd. Hou er mee op. Niemand gunt mij ook maar één stuk verstrooiing. Nou, jij hebt voorlopig nog wat te lezen, hè? Oh, het is ook voor mijn grote broer, hoor. Oh, ja. Hier komt een heel zielig persoon naar beneden. Hey, heb jij hem ook weer? Hey, waar is je indianenpak? Heb ik uitgetrokken. En het geweer en de strijdbijl? Strijdbel heeft hij natuurlijk begraven. Nee hoor, onkel X heeft afgepakt. Zeker omdat hij er zelf mee wil spelen. En hij heeft zelf niet eens een geweer. Nou, dat komt omdat speelgoedgeweren heel moeilijk zijn om te kopen. Oh ja? Hoe komt het dan? Nou, er zijn wel eens lui geweest die dat soort dingen uit winkels weghaalden. Die mochten niet verkocht worden. Oh, wat zonde. Maar waarom dan toch? Als ze denken dat het slecht voor kinderen is, dat die later zelf ook pistolen gaan gebruiken of zoiets. Nou, ik ga.
En zeg maar tegen die onkel dat hij oppassen moet voor de lui. Wapens zijn verboden voor kinderen. Ajus. Ajus. Had jij er wel eens over gehoord? Nee, maar ik ga het wel lekker tegen onkel X zeggen. Op mijn beurt. Ik vind het zo fijn om met u te praten, oma. U kunt zo goed luisteren. Maar wat u me nou vertelde over die roze verf van tante Tilde, kan ik bijna niet geloven. Hoewel, ik vermoed wel iets. Ja, maar met niemand daarover praten, hoor. Zeg, toen ik dan laatst overspannen was, toen ben ik dus als het ware ook betoverd door die roze verf, ja, hè, zal ik maar zeggen. Ja, dat klopt, want ik voelde me daarna echt een stuk beter. Ja, maar moet je dicht? Laat die oude zemelaar niet horen dat je het van mij weet, hè? Het is namelijk een familiegeheim. Ja, maar Hansje wist het toch ook? Ja, ja, maar Hansje hoort bij ons, hè? Bij ons knotsen. Ja, nou, ze heeft me nog nooit wat verraden, hoor, hoewel ze me best veel vertelt. Ja, het is een goud eerlijk kind. Ja. En lief ook. Jullie moesten maar samen naar de film gaan. Ja, dat heb ik al zo vaak willen vragen, maar ik ben bang dat ze nee zegt. En dus vraag je bij niks? Echt weer iets voor zo'n verlegen onderwijzer. Je moet gewoon eens aan de vragen en dan zal je zien wat er met jou gebeurt. Oh, oma, uw bloed. Ja, ik heb me een beetje gesneden. Nee, niet erg. Niet erg, gebeurt bijna elke dag. Daar heb ik namelijk dit zelfgemaakte spul voor, zo. Het is bloedstelpende kruidenthee. Lekker zeg, ik bedoel handig. Het zit toch een beetje vast. Ja, zo is het weer. Bent u toch een uniek geval? Oh, niks aan de hand. Zo, gewoon een pleistertje erop. Oh, wacht, ik help u wel even. Zo. Zo. Welke vinger? Zo, deze. Oh, wat doe je dat toch handig, jongen. Zo. Hé, ga je dan maar weer even rustig zitten, hè? Zo. Wist je nog een kopje thee? Nee, dank u wel, oma. De schilderij is dan misschien wel 1000 gulden waard. Het is om op te schieten. Bang! En die nepdeur is ook om op te schieten. Al jaren. Bang, bang! Ja, en doe maar weg die wapens. Er zijn mensen die u hiervoor straffen wellicht. Voor het in bezit zijn van speelgoedwapens? Ja, dan komen ze achter u aan en grijpen uw klabben. Waarom? Omdat u het verkeerde voorbeeld verschaft aan kindervolk. Nou, geef maar even hier die rommeltroep, dan zal ik wel even wegdoen. Wacht. Hoe weet ik dat dit geen truc is? Ik heb het zelf van een kind gehoord die het heeft horen meemaken. Pff. Ja, oh, geef dat dan. Ik zal je arresteren. Nou, zeg alsjeblieft. Stroom, oom. Oh, dan val ik al over. En zeg, af. Ik zie niets. Af. Jullie lijken wel een stel jonge honden. Oh. Excuseer. Is dit nu het goede voorbeeld geven aan al die kinderen en zo? Ik deed alleen maar mijn plicht als geheim agent. Van jou valt het me helemaal tegen, Frederik lievertje. Geef maar hier dat gevechtsspeelgoed. Dat gaat in de vuilnisbak. Ja, zo. Kippen, kippen. Zo. Zeg, hoor eens, ik ben in de keuken geweest. Ja, dat zie ik, ja. U moest toch verdunnen met de honger en zo? Ja, maar dat onartistieke dieet heb ik laten vallen als een bakstenig. Ik werd er zo chagrijnig van. Bovendien heeft oma een geweldige afslankkruidenthee bereid. Oh, wacht even. Zie, het helpt. Het helpt. Een halve ons afgevallen in 10 minuten. Tilletje, ik wil dat je daar onmiddellijk mee ophoudt. Straks kan ik je niet meer herkennen en je bent mijn vrouw. Straks ben je zo slank als een plank. En ten tweede zal ik oma moeten arresteren. Huh? Wat heeft ze dan gedaan? Een gifmenger, verdovende middelen. Ik ga er onmiddellijk in de boeien slaan. Houd toch uw mond of ik verkoop u op, lawaaije. U blijft van oma af. En ik zal jou molesteren. Nou, zeg, zijn jullie gek geworden? Wat moet ik nou toch doen? Ik til u op. Oh, agressiever en gedoe. Hier gebeuren enge dingen. Het wordt hoog tijd dat ik eens met de roze verf ga knoeien. Een klolletje roze. Wat is dit? Een klolletje roze. Hier. Een klolletje roze. Daar zitten we dan, in het gevang.
Ik vind wel een manier om te ontsnappen. Zo waar ik ook al ik zit. Het is uw schuld wellicht dat wij hier gevangen zitten. Ik zal maar op mijn woorden passen, hè, makker. Hands up! Help, laat iemand mij hieruit verlossen. Waarom zit ik hier toch opgesloten met een vechtjassende oom? Au, au. Nou, waarom jij hier zit, suffertje, dat zal jij zo dadelijk merken. Kom hier. Eindje kwijt. Volgen jullie mij maar. Het lijkt hier wel een rechtszaal. Ja. Ja, inderdaad, ja, precies. En jullie mogen nou eens leuk een rechtszitting meemaken. Oh, leuk. Wie zijn de aangeklaagde boeven? Jullie. En ik ben de rechter en ik verklaar deze zitting voor geopend. Ah! Hiervan niks te lachen, anders verklaar ik jullie meteen als schuldig. Schuldig aan wat, rechter Tilletje? Schuldig aan het geven van het slechte voorbeeld. Het opjutten van jonge kinderen. Ze aansporen tot agressieve en vechterige neigingjes. En het vechten in het openbaar om wapens op de televisie nog wel. Ik roep de getuige op die tevens het slachtoffer is van dit soort praktijken. Kom binnen, kind. Allee. Kind. Zo. Hou jij van gruwelijke boeken? Ja, natuurlijk. En geef jij jouw grote broer wel eens een klap voor zijn kamers? Ja, als u weer zit te plagen. Sla jij kinderen wel eens in elkaar op het schoolplein, hè? Ja, stomme rode kinderen wel, ja. Anna, speel jij regelmatig cowboytje, indiaantje, Ivanhoetje, hulkje, hè? Ja. Ik protesteer. U maakt reclame voor concurrerende televisieprogramma's. Frederik, lievertje. Oeh, excuseer. Maar ik heb nooit in de bedoeling gelegen kinderen het slechte voorbeeld te verschaffen. Ja, maar je hebt het toch gedaan met die indianentik van je. Zeg, kind, van wie heb jij eigenlijk die spelletjes geleerd, hè? Van grote mensen, van televisie en zo. Oeh, en zou jij misschien hier wat schuldigen aan kunnen wijzen, bijvoorbeeld, hè? Deze twee hier. Dat dacht ik wel. Schuldig bevonden. Oh, maar heb meelijd. Onkel X heeft mij het verkeerde voorbeeld toegediend. Dat is niet waar. Ik deed alleen maar mijn plicht als geheim agent. Van... Nee, want u stond altijd achter de deur. Ach, met zo'n regenjas. En als achter met bijl. U had zo'n grote bobbel onder de regenjas. Dat was een gemeen. En u zat met zo'n grote. Hallo, u komt net op tijd. Ik wou namelijk de winkel sluiten, want ik hou er mee op voor vandaag. Oh, ga je naar huis? Ja, zei ik toch. Wat doe je opeens raar? Ja, je komt hier, je vertrekt meteen naar boven en ik zie je de hele middag niet. Nou, dat is ook gezellig, hoor. Nou, je kon me anders missen als kiespijn. Zo aardig was ik nou ook weer niet tegen je, hè? Ik ben gewoon even lekker bij oma geweest. Ik voel me tenminste weer een ander mens. Hé, hey, is er dan iets in het roze? Heb je zitten dagdromen in het roze misschien? Oh, je bedoelt of tante Til met een roze verf met mij bezig is geweest? Nee, hoor. Weet je het dan? Van wie? Van oma. Ik zal het aan niemand zeggen. Hé, maar hoe kan je nou zo goed voelen als je niks met de roze verf te maken hebt gehad? Ik heb gewoon lekker met oma zitten praten. Ik heb mijn hart eens gelucht. Ik heb gepraat over dingen waar je allemaal bang voor kunt zijn. Weet je, dat enge dromen komt van dingen waar je stiekem bang voor bent. Nou, dat zei ik toch al. Ja, ik heb zo lekker met oma zitten praten en dan heb ik helemaal geen roze verf nodig, hoor. Leuk dat jullie zo leuk gepraat hebben, hè? Erg gezellig voor mij. Nou. Ik ga, ajus. Hey Hansje, ik wou je nou wat vragen. Wat dan? Of je vanavond misschien met me naar de bioscoop wil. Oh, ik zie het al, je wilt het natuurlijk niet. Jawel, ik wil hartstikke knoerd graag. Ja? Ja. Oh, welke film zullen we gaan zien? Nou, ik weet niet. Geen schietfilm, hè? Ook geen griezelfilm zeker, hè? Nee, en oorlogsfilms en politiefilms, daar hou ik ook al niet van. Ja, wat blijft er dan nog over, hè? Ja. Een romantische film, wellicht. Oké? Okay. Goed. Nou, zit je? Ja hoor. Dan gaan we. De familie Knots, de familie Knots, de familie Knots. Kno, kno, kno. De familie Knots, de familie Knots, de familie Knots. Kno, kno, kno. Oh, zoek dekking! Shit!